Welkom, mijn beste vrienden. Het programma waarin ik vergezochte opdrachten geef aan lukraak bij elkaar zetten bekende Vlamingen die doen alsof ze vrienden zijn. Zij moeten rondhossen in pittoreske dorpjes, terwijl ik op terrasjes de lokale dranken degusteer. En op het einde winnen de vrouwen. En vandaag zitten we in La Dolce Vita, Frankrijk. En het eerste vriendenduo bestaat uit rijpster Slongs die van ons en haar beste vriendin Kirsten Janssens uit The Sky is the Limit. In de slomp. Ah ja, dan zit je wel van ver dat je in slomp zit. Een beetje lippenstift zou wel helpen. Voor de lippen van de mond, hè. Oké, gast, visje. Kirsten, dat is echt een schatje. Echt waar. Die is echt niet zo materialistisch gelijk als dat die op de tv overkomt eigenlijk. Zeg, Slons, kijk eens. Dat is dus een ring met een echte diamant. En dat zijn ook allemaal heel, heel veel hele dure stenen. Weinig mensen weten dat voetbalcoryfee Johan Boskamp en CD&V-voorzitter Wouter Beke beste vrienden zijn. Wouter Beke, de krachtdadige christendemocratische politicus. Ja, tuurlijk ben je dat, man. Maak toch geen ruk aan, jongen. Ja, dingetje hier en ik, wij zijn echt beste maatjes. Ja, wij hebben heel veel dingen gemeen. Zoals, ja, er zijn er zoveel. Hallo, beste vrienden. Welkom hier in Frankrijk. Ja, Wouter, ben je blij dat je beste vriend terugziet? Ah, oh, is die flatterman hier ook? Ja, oké. Goed. Ik hoop dat jullie allemaal fysiek en mentaal klaar zijn voor de epische strijd. Want het is tijd voor de kweesten. Frankrijk is nog altijd het land van de... De... Frankrijk, klaar? De Louboutin. Oh. Heren. De grote scheidhuizen. Ja, Wouter? De onvriendelijke garçons. Nee, van de chevaux. En dat is meteen het vervoermiddel voor de kweesten. Kijk, meneer Boskamp, die van mij wordt onstuimig. Ik word zo ziek van die kluiter. Ja, luister goed. Hier is jullie eerste opdracht. Breng me eens. Apportez-moi une fois. Non, deux fois gras. Stilletje ongeletterde sukkels. Kijk, ik bedoelde natuurlijk twee porties ganzenlever. Oh. Ah, ja. En ondertussen wacht ik hier op jullie. Op dit befaamde plein. Het zogenaamde... Place disponible. Allee, zie. Kom maar. En ondertussen maak ik kennis met mijn nieuwe vriend Stef. Meer bepaald, Saint-Estef. Schoon. Welkom terug bij Beste Vrienden. Ik ben zeer benieuwd welk team mij de beste foie gras zal bezorgen. Dat is de kweeste. Het team Slongs en Kirsten is al een tijdje aan het verloren lopen. Oh. Vrouwen, hè. Jezus, waar zijn we nou eigenlijk, jong? Want ik oriënteer me altijd op de Borentaren, hè. Zeg, Slongs, ik ben het beu. Kom, we gaan shoppen. Oké, sista. Ook bij het andere team lopen de spanningen op. Hey, schiet nou toch eens op, lulletje reuzenwater. Ja, maar die van mij heeft dorst. De dames komen als eerste terug van de eerste proef. Alhoewel zij al iets lekkers hebben meegebracht, weten de mannen mij beter te bekoren. Kijk eens aan, mijn foie gras eindelijk. Heel mooi. Frankrijk is ook het land van de French kids, dus ga... Nee, niet jullie. Idioten, het was een vrouwenproef. Stop die lamme, kwijs is van jou, nou eens in je reet, man. Woutertje en ik, wij hebben gewonnen, oké? Okay? Hopla, klaar, kinderen van de reis. Nee, helaas. In mijn programma Format winnen de vrouwen altijd. En de winnaars, die mogen de quizmaster omhelzen. En kussen, maar niet op de lippen, hè. Volgende week zitten we in Ibiza. Dan strijden Dimitri Bondink en Leslie Ann Poppen tegen Hot Marijke en Monique Giel.